Kunnen jullie nog iets herinneren, van toen je 11 jaar oud was? Ik neem jullie mee, naar mijn jeugd, ongeveer acht jaar geleden. Ik werd rustig wakker. Na het douchen was ik als eerste te vinden aan de ontbijttafel. Wij ontbeten met z'n allen. Vervolgens stapte ik op mijn racefiets naar school. En eenmaal aangekomen op school, um, smeet ik mijn fiets op de grond uh, en rende ik naar mijn vrienden om hen te vertellen over mijn nieuwe Nintendo die ik van mijn ouders heb gekregen. In de pauze speelden we met Pokémon kaarten, knikkerden we of waren we op het voetbalveld te vinden. Um, na school at ik wat thuis om vervolgens vol energie weer verder te gaan spelen met mijn vrienden. Rond een uur vijf moest ik wel weer thuis zijn, want moeder had namelijk een heerlijke warme maaltijd op tafel gezet. Um, na het eten moest ik eigenlijk naar bed, maar ik kon het niet laten om toch nog even mijn Nintendo erbij te pakken en toch nog even erop gaan spelen. Totdat mijn moeder um, naar boven kwam en mij een nachtzoen gaf. Wat een tijd om te leven. Uh, heel anders ging het bij de elfjarige Ismael, die tijdens de. Die tijdens de burgeroorlog in Syrië alles en iedereen kwijtraakte: zijn vader, zijn moeder, zijn oma, zijn twee beste vrienden en zijn complete huis. Weg. Het enige wat hij over had, is een ketting die hij van zijn oma kreeg en die hij vanaf dag één koesterde. Verplaats jezelf eens in de ogen van Ismaël. Je bent alleen. Je voelt je niet veilig. Je wilt weg van een plek die je dierbaar is, waar mensen zijn die om je geven. Is dit een bewuste keus geweest? Nee. Maar op het moment dat jullie de afweging zouden moeten maken tussen leven en dood, weet ik zeker dat iedereen er alles aan zou doen om de veiligheid op te zoeken. Volgens Ismaël was deze te vinden in Nederland, dat hen veiligheid en acceptatie kan bieden. Tegen alle adviezen in vertrokken Ismaël en zijn oom de zee over om via Italië naar Nederland uh, te komen. En ondanks de verhalen over de risico's waren zij vastberaden voor hun doel om een reis te maken. Ze vertrokken. Geen idee waar het schip zou stranden. Alles en iedereen lieten zij achter zich. Een strijd tussen leven en dood. Aangekomen in Nederland mogen ze tijdelijk verblijven in een asielzoekerscentrum. Maar plots werden zij verschrikt door demonstranten naast de opvangplek met hun boze gezichten en luidruchtige kreten als AZC, weg ermee. Angst. Onzekerheid. Zich niet welkom voelend. Onze eigen burgers gunnen we deze gevoelens niet. Waarom zouden we vluchtelingen deze gevoelens dan wel gunnen? Deze mensen vragen niet veel. En toch wordt bijna iedere vluchteling die hier komt bestempeld als een gelukzoeker. Maar zijn we allemaal niet een beetje op zoek naar geluk in ons leven? Misschien betekent voor jullie geluk een goed betaalde baan krijgen, die splinternieuwe Ferrari kopen of een je droomreis maken naar Hawaii. Voor Ismaël heeft geluk een hele andere betekenis: veiligheid, vrijheid en acceptatie. Laten we met z'n allen een beetje begrip tonen voor wat deze mensen hebben meegemaakt. Want naar mijn mening verdienen Ismail en ik evenveel geluk.